Heeft u al plannen voor Moederdag? Nee. Dat doen wij niet aan. Nee? Waarom niet? Omdat het hele jaar Moederdag is. Dat is geheim. Hoe is het geheim? Nou, ze praat hier nogal veel in het dorp. Als ik dat hier ga vertellen, dan is het geen verrassing meer. Absoluut plannen mee. Vertel. Nou, ten eerste een goed ontbijt maken. En dan denk ik, smiddags lekker de stad in of zo. Even een beetje een mooie broek kopen, een mooie blouse en appie eten. Wat is nou de grootste verrassing die u ooit van uw kinderen heeft gehad? Jeetje, wat een moeilijke vraag is dat. Ik krijg constant verrassingen van ze. Dus, eigenlijk is het altijd een beetje moederdag als ze komen. Nou, ik ben pas verhuisd hier in de Amstelveen. En daar hebben ze het hele huis hebben ze me geholpen. Dus ik heb één dochter en dan één schoonzoon. Dus ze hebben me ontzettend geholpen. Dus daar ben ik heel blij, omdat het is kort geleden. Ja. Vindt het wel belangrijk om er iets aan te doen? Ja, zeker. Nee, moeders verdient het wel om eventjes in het zonnetje gezet te worden. Dus dan kan het zeker in de ochtend wel even. Heeft u al plannen voor Moederdag? Jazeker. Het gaat helemaal mis. Moeder is weg, helaas. Dus we gaan cadeautjes kopen en zorgen dat wanneer ze terugkomt, dat het hele huis versierd is. En dat er ontbijt staat, dat ze s'avonds kan opeten. Tekeningen van de kinderen en dat soort dingen. Wordt wel ieder jaar Moederdag gedaan? Ja, zeker. Zeker. De ene dag meer dan anders. Maar we doen ons best elk jaar meer. De kinderen worden steeds groter, dus dat moet steeds breder, uitvoeriger gevierd worden. Toch, Flint?